President Desiree Bouterse heeft ruim 2 maanden geleden bij de launch van het zorgvervoer door de stichting Wang Okasi 5 speciaal ingerichte bussen gedoneerd aan deze stichting. Deze bussen worden ingezet voor mensen met een beperking die gebruik maken van zorgvervoer. We zijn vandaag op bezoek bij de stichting om u een update te brengen hoe het loopt met het gebruik van deze speciaal ingerichte bussen. Meneer Hoogdorp, hoe lang rijdt u al zorgvervoer? Ik rijd nu bijna een maand zorgvervoer. Oh, u bent dus pas begonnen. En hoe ervaart u het tot nu toe? Ja, het is een leuke ervaring. En, leuk werken met die kinderen. Oké, u zegt leuk werken met die kinderen. Wat voor ervaringen heeft u allemaal gehad met die kinderen? Ik heb er plezier in mijn werk, gewoon, zeg maar. En op dagbasis, hoeveel pupillen vervoert u ongeveer? Ik heb op dagbasis heb ik een... Ik heb 5 van wat ik moet ophalen. Alleen de eentje van de huurbestichting die kon vandaag niet mee, omdat zijn, rolstoel niet in orde is. En dan is het niet geschikt voor deze auto. En meneer Hoogdorp, de pupillen die u allemaal vervoert, welke beperking hebben ze allemaal? Die hebben beperking dat ze niet kunnen lopen. En ze zitten in een rolstoel de hele tijd, maar zeg maar, dat is een... Ja, dat is het. En als ze in de bus moeten stappen, helpt u ze ook een beetje om de bus in te komen? Ja, de bus in helpen, dat doe ik. Ik moet hier, die stoel op in die rolstoel moet ik op die plaats zetten om in de bus te krijgen. Dus zij hebben helemaal niets te doen. Meneer Kunj Bihari, ruim 2 maanden geleden bij de launch van het zorgvervoer heeft de president 5 speciaal ingerichte bussen gedoneerd aan de stichting Wang Okasi. En deze bussen waren bestemd of zijn bestemd voor het vervoeren van mensen met een beperking die gebruik maken van zorgvervoer. Op welke manier heeft dit voorzien in de behoefte? Het heeft inderdaad kunnen voorzien in de behoefte. Een deel van de mensen hebben we kunnen vervoeren. Uiteraard, de groep is best wel heel groot. De aanvragen zijn heel groot, vooral abonnee. En daarin kunnen we niet voldoen. We hebben een deel kunnen opvangen, maar een ander deel hebben we dus nu op wachtlijst gezet. En er kwam elke dag meer mensen wat abonnee betreft. Het lastige van abonnees zijn, je moet ze elke dag ophalen. Je bent verplicht, toch? Op een bepaalde tijdstip. Bij de taxiritten is het iets anders, dat is geen probleem. Je kan iemand zeggen van kijk, we zijn vandaag vol, maar morgen kunnen we je rijden. Bij abonnees kunnen we dat niet doen, omdat we daar te doen hebben met mensen die naar het werk moeten, school, dagopvang, noem maar op. Dus die mensen zijn we verplicht om op te halen, terwijl bij de taxiritten iets anders is. Dus daarin kunnen we het niet echt voorzien. De abonnees, omdat je ook de mensen op tijd naar hun plaats van bestemming moet brengen. Dat is 1. Wat de taxiritten betreft, daar gaat het wel. We zien dat mensen goed gebruik ervan maken, meer mensen mogen komen. Hoe meer mensen bijkomen, hoe goedkoper we het kunnen houden voor de mensen. Toch? Dus dat is heel erg belangrijk. En ja, we zien dus dat de mensen die naar de dokter moeten, dialyse, noem maar op, dat die mensen er best wel heel goed gebruik van maken. Oké, dat is wel goed om te horen. En sinds de schenking, wat is er allemaal veranderd? In welk zin? Dus de manier hoe ze vroeger vervoerd werden en de manier hoe ze nu vervoerd worden. Wat is de verandering die de stichting heeft gemerkt? Dus we zien bijvoorbeeld, we hebben een aantal abonnees die 's middags een probleem hadden om naar het werk te gaan, of van het werk naar huis te gaan. Anderen konden niet eens overuur maken. En wie wil vandaag en de dag geen overuur maken om iets bij te verdienen? Toch? Dus je had een groep die een probleem hadden. Die hebben we kunnen opvangen. Uiteraard zullen er meerdere mensen zijn, maar zoals ik eerder zei, die kunnen we niet echt accommoderen. We zullen onze vloot verder moeten uitbreiden.
en ons personeel. Maar dan zit ook met het probleem financieel. Hoe financier je dat stukje? Omdat zorgvervoer best wel een kostbaar ding is. Een groot deel van de doelgroep kan het niet permitteren. Een groot deel moet lief van 350 SRD. Ja, hoeveel zou je die mensen moeten vragen? Je kan de mensen niet het bedrag vragen die jij als bedrijf zou willen vragen. Daarom zijn de tarieven ook heel erg laag. Wij proberen die gat die er is, de kort die we hebben op de begroting, die proberen we in te vullen door sponsoringen van bedrijven. Maar dat moet nog verder uitgebreid worden, omdat het kostenplaatje best wel hoog is. Dus om terug te komen op de vraag, we zien wel een stukje verandering bij de doelgroep. Er zijn mensen die wel meer op straat gaan voor recreatieve doeleinden, dokter en ga zo maar door. En nu beschikt de stichting over 5 bussen. Wat zijn de reacties van de passagiers? Men is sowieso blij dat we erbij zijn gekomen. We hadden eerder al zorgvervoersbedrijven. Maar het verschil in deze is, wij rijden van 6:30 tot 22:00 s'avonds. En bijna geen enkel zorgvervoerbedrijf doet dat. Wij zijn de enige. Ook zien we zon- en feestdagen, ook zijn we ook op straat. We zien ook dat ouderen bijvoorbeeld, die slecht ter been zijn, gebruik maken van ons om naar de kerk te gaan bijvoorbeeld op de zondag. Dus daar zien we wel dat de mensen wel blij om zijn. En het tarief die we hanteren, die wel laag is, maken ze goed gebruik ervan. Er zijn wel passagiers die zeggen van, wow, de bedragen zijn best wel laag. Hoe komen jullie eruit? Maar ja, je moet rekening houden. Er zijn passagiers die best wel kunnen permitteren. En er zijn een ander deel die het niet kan permitteren. Maar je kan ook niet wel discriminerend gaan zijn naar degene die het wel kunnen permitteren, dat je een ander tarief gaat vragen. Dus die maak er goed gebruik daarvan. Jij maakt ook gebruik van die zorgvervoerbussen. Hoe is het om in zulke bussen vervoerd te worden? Om in zorgvervoerbussen vervoerd te worden is het heel fijn. Want het is aangepast vervoer. Dus ik kan makkelijk met mijn rolstoel naar binnen gaan. Op de lift en dan vervoerd worden. Je zegt het is makkelijk om nu vervoerd te worden. Voordat je van deze bussen gebruik maakte, hoe verplaatste je jezelf? Het ging eigenlijk een beetje moeilijk. Ik ging soms met de taxi. Maar de taxi is natuurlijk veel duurder. Want van Lelydorp, ik woon op Lelydorp. Bijvoorbeeld van Lelydorp naar de stad te komen, moest ik al bijna 100 SRD neertellen voor een taxirit. Dus nu dat zorgvervoerder is, ben ik heel blij, want dat is veel, veel goedkoper. Björn, wat voor soort beperking heb jij en hoe is het voor jou om gebruik te maken van deze zorgvervoerbussen? Ik heb namelijk dwarslesie. Ik had veroorzaakt door een ongeluk. En ik vind het heel fijn om gebruik te maken van de zorgvervoer. En hoe deed je het voorheen, voordat deze bussen er waren? Soms met de taxi, soms met een familielid, soms met een vriend. En welke verlichting heeft deze bussen gebracht in jouw leven? Op eerste gebied is het financieel. Ik hoef niet meer zoveel uit te geven aan taxi. En ik kan vrijer bewegen, want die bussen zijn aangepast. Dus ik hoef niet meer vanuit mijn stoel in de auto te gaan. Ik kan gewoon compleet in de bus gaan. En wat vind je ervan dat deze mogelijkheid geboden is voor mensen met een beperking om in zo'n speciaal ingerichte bus vervoerd te worden? Nou, ik vind het heel fijn, want je hebt mensen met verschillende beperkingen. Niet iedereen is sterk genoeg om zich te verplaatsen van stoel naar stoel. Dus ik vind het heel fijn en is ook gemakkelijker voor andere mensen die niet op straat konden. En Yokohama had ook een voertuig toegezegd. Is dat voertuig al ontvangen?
Nee, we hebben dat nog niet verzilverd. We moeten dat nog in orde krijgen met Yokohama. Dus in feite wacht Yokohama op ons. Oké, maar met deze 5 voertuigen, is de stichting volledig voorzien? Of is er nog wat anders waar de stichting goed gebruik van zou kunnen maken? Nee, die 5 bussen zijn sowieso beperkt. We zien ook als mensen in groepsverband willen reizen, kunnen we niet iedereen accommoderen, vooral mensen die in rolstoelen zijn. Ja, dan moet je soms alle 5 bussen inzetten om ze naar bijvoorbeeld buiten de stad te brengen. Maar dat wil zeggen dat als je al die 5 bussen buiten de stad stuurt, dat je de mensen die hier in de stad zijn, die naar de dokter moeten en gaan zomaar, dat je die mensen niet kan vervoeren. Dus in principe zijn die 5 bussen niet genoeg. Maar aan de andere kant zit je weer met het financieel gedeelte. Hoe onderhoud je de bussen en hoe betaal je het personeel? Toch? Omdat wij willen wel een situatie hebben waarbij de leiding gelukkig is, maar ook het personeel moet gelukkig zijn. En de passagiers moeten gelukkig zijn. Als een chauffeur van huis komt of een begeleider, moet hij of zij, weet je, met plezier naar het werk komen. En in de afgelopen maand hebben we wat kinderziektes gehad, want je kan mooi alles op papier zetten. Maar in de praktijk zijn er andere zaken die bij komen kijken. Dus we zijn bezig bij te stellen wat bijgesteld moet worden. Toch? Ook wat personeelszaken betreft. En dan hopen we dat over 2-3 maanden, 4 maanden, dat we een goed concept hebben. Waarbij iedereen echt happy is. De leiding, personeel en passagiers. De 5 bussen moeten sowieso uitgebreid worden. Omdat zodra 1 bus uitvalt, heb je een probleem. Toch? Dan moet je wel een reservebus hebben. Anders moet je gaan huren. En dat jaag je jezelf weer in de kosten. Verder, doordat we de tarieven laag houden, hebben we constant een tekort op onze begroting. Daarom vragen wij ook aan die samenleving, het totale samenleving, het bedrijfsleven, ook die kleine man, alles is een 10 SRD, mag u doneren. We zouden heel erg blij zijn. Alles is een 10 SRD dat je doneert per maand, we zouden heel erg dankbaar zijn. Omdat we daarmee een aantal mensen kunnen vervoeren die jaren geïsoleerd zijn. Mensen die weer wat zonlicht zien doordat we er weer zijn. Maar het probleem zitten we met het financieel gedeelte. En we zullen heel erg blij zijn als het bedrijfsleven en die totale samenleving ons zouden helpen. En men mag met ons contact maken als men wil doneren. Alles is een 5 SRD, alles is een 10 SRD, alles is welkom. Oké, en deze 5 bussen, wat is de capaciteit? Hoeveel passagiers kan het per keer vervoeren? En mensen met welke type beperkingen kunnen jullie vervoeren in die bussen? Het hangt vanaf wat zijn de taxiritten of zijn het gewoon abonnees. Als het abonnees zijn, dan zou je 8 mensen per keer kunnen vervoeren. Als het rolstoelers zijn, dan is het 6 rolstoelers per keer. Het hangt van welke type bus het is. We hebben 3 VW-crafters. In die VW-crafters gaan er 6 rolstoelers. Maar als het gewoon personen zijn die mobiel zijn, dan kan je 8 mensen meenemen. Dan heb je die Noah-busje, daar gaat er 1 rolstoel in. En die Hilux, dat is er 2 rolstoelers. En 3 gewone mensen die mobiel zijn. De type personen die wij vervoeren is mensen die verstandelijk beperkt zijn, visueel, lichamelijk, ouders, ouderen dan, de 60-plussers, die slecht ter been zijn. Let wel, slecht ter been zijn, want je hebt ook 60-plussers die wel mobiel zijn, maar die vervoeren we niet. Die zijn niet tot ons, behoren niet tot onze doelgroep. Oké, en de stichting maakt nu al ruim 2 maanden gebruik van deze bussen. Is de stichting blij met de komst van deze bussen? Absoluut, we zijn er heel erg blij om. We zien, zoals ik eerder zei, dat de mensen goed gebruik ervan maken. We moeten nog meer, voorlichting geven aan die samenleving, vooral dus die doelgroep,
zodat ze meer gebruik kunnen gaan maken van wat occasiezorg vervoert. Omdat het kan gebeuren dat mensen vergeten dat we er zijn. Maar we moeten dus meer informatie geven, meer promoten. En hoe meer mensen dus zich aanmelden, dan ga je zien dat we het tarief ook laag kunnen houden. Want dat gaat maken dat de inkomsten meer worden. En dan kan je het bedrijf draaiende houden. Deze bussen zijn geschonken door de president van het land. Wat wil je tegen hem zeggen? Ik wil de president zeggen dat ik er heel blij mee ben. Dat hij de stap heeft gemaakt om dit initiatief te nemen. En ik wil hem ook bedanken dat hij ons ondersteunt als doelgroep. En ik hoop dat dit bedrijf dan ook verder zal groeien. En dat er ook andere mensen zijn, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, die ons als doelgroep zullen ondersteunen. U zegt om te voorkomen dat mensen vergeten dat Wang Okasi bestaat. Kunt u heel in het kort aangeven, wat doet Stichting Wang Okasi precies? Nou, Stichting Wang Okasi is eigenlijk een belangenorganisatie voor personen met een beperking. Het is opgericht door mensen met een beperking, voor mensen met een beperking. Ik ben een van de oprichters en mevrouw Margarita Smit is de tweede oprichter. We komen op voor de belangen van de doelgroep in het algemeen. Je kan niet echt op elk probleem ingaan, omdat al die doelgroepen hun specifieke problemen hebben. En je kan niet alles handelen. Dus je pakt wel die algemene problemen, zoals wat we nu hebben gedaan, zorgvervoer. Dat is een algemeen probleem. Maar we praten over toegankelijkheid, of het nou wegen zijn, gebouwen zijn, websites zijn, noem maar op. Verder de verhoging van een financiële uitkering, huisvesting, werkgelegenheid, het helpen misschien iemand die een business zou willen starten, want die mensen heb je ook. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld samen met VSB en de UNDP samen, laten we zeggen, 17 mensen geholpen om te starten met een business. Dus dat zijn wat we doen, die algemene zaken. Als er specifieke problemen zijn, kunnen we dat aanpakken. Maar dan moet je wel voor zorgen als belangenorganisatie dat je niet te veel zaken op je bord neemt. Anders ga je halve en driekwart dingen doen wat wij niet willen doen. We willen geen halve en driekwart dingen doen. Je doet liever 2-3 dingen, maar dan doe je het goed. En dan weet je dat je de mensen geholpen hebt.